dag, we hebben diverse partijen en we hebben meerdere opdrachten, zeg maar. Dus we hebben van Oslo de hond, het hardvaren, barbecue op het gras wat hier is toegestaan. Dus dat moet onder de hoogte zijn. Misschien moeten jullie een puntje aanbad. Ja, het mag overal gebarbecued worden, alleen is het zo dat die op hoogte moet staan. Er staan geen centimeters voor, maar dat die in ieder geval het gras moet van verbranden. Open vuur, dat zou je nu nog niet aantreffen, misschien vanavond wel. Dat mag, mits ook weer dat de grond eronder niet brandt. Ja, mijn naam is Dirk Redijk, ik ben van Handhaving Dordrecht. Wij doen mee vandaag aan de handhavingsactie in de Biesbosch. En dat doen we met allerlei disciplines. En dan controleren we op alles, loslopende honden tot barbecues, open vuur. En daar gaan we ons voor inzetten. Mensen die vandaag een overtreding zijn, krijgen die een bekeuring of hoe werkt dat? Dat is naar eigen inzicht, is ons bij de briefing verteld. Dus het kan of een bekeuring of het is een waarschuwing. Met welke diensten gaat u vandaag deze actie uitvoeren? Wij doen dat gezamenlijk met de politie. Politie Dordrecht, de brede groep van de politie, Staatsbosbeheer. En handhaving. Meneer! Zachter! Ik ben Ferry Houtsmaat. Ik ben boswachter in Biesbos aan de Dordtse zijde. De taken die zijn onder andere op het water handhaving. Kijken of de dingen goed gaan. Dan heb je het over te hard varen. Zeker nu heb je hoog golfslag als de mensen te hard gaan. De nesten van broedende vogels die liggen vaak naast de kant. Komen daar hoge golven bij en slaan de eieren uit het nest. Ja, dat willen we voorkomen. Je hebt ook last van kano's. Kano's hebben last van de hardvaarders, zeg maar. En ja, dat doet ook een beroep op ons om dat ook in de gaten te houden. Omdat die er ook gewoon heel veel hinder van hebben. Daarnaast controleren we op de aanwezigheid van eventueel vaarbewijs, als dat nodig is. En dan praat je over boten die meer dan 20 km per uur kunnen. Je hebt dan ook over een brandblusser die aanwezig moet zijn, een dodemanskoord. Reddingsvest moet om als staand gevaren wordt. En zo zijn er meer dingen die aanwezig moeten zijn. En daarbij hebben we ook acties op het land. Daaronder valt te verstaan het barbecuen op hoogte. Zorg dragen dat er in ieder geval de grond niet verbrandt. Zo ook met een sfeervuur. Open vuur is niet toegestaan, sfeervuren wel. En dat houdt in dat het klein moet zijn. En geen groot vuur met pellets erop en alles. En zo heb je dus ook dat mensen hout gaan sprokkelen. Ook dat is dus niet toegestaan. Dus mag het wel weer met eigen meegebracht hout. We hebben kruikmeldingen dat met loslopende honden. Dat gebied is begin dit jaar aangepast. En dus is er een gebied bijgekomen waar honden aangelijnd mogen worden toegelaten. Dus dat gebied is uitgebreid. Betekent wel dat er ook wel streng op wordt toegezien dat dat nageleefd wordt. Omdat ze wel een gebied betreden waar vogels huizen. Je hebt schapen lopen er ook van de schaapskudde. Gisteren nog is er zijn de 5 schapen de rivier ingejaagd door 2 honden. Ja, dat soort dingen willen we dus echt voorkomen. Dat het gewoon niet de bedoeling is. Daarbij hebben we ook scooterrijders die het gebied in komen en dan met dusdanige snelheid. Dat ze ook echt dusdanige hinderen veroorzaken dat mensen er last van hebben. Daaronder valt te staan, wheelies maken, zeer hoge snelheid, grote groepen. Daarbij wordt dus niet opgelet op kinderen die gaan ook aanwezig zijn en overal spelen en niet om zich heen kijken. Daarbij hebben we dan ook het zwemgedeelte in de Biesbosch. Daar is barbecue bijvoorbeeld weer niet toegestaan. Mede ook omdat daar gewoon mensen aan het zonnen zijn. En dat is niet wenselijk als daar brandende spullen aanwezig zijn.
Ja, verder de grotere zaken, zoals dumpingen, afval in het gebied. Vooral om te verstaan asbestplaten, maar ook grote zaken van ondernemers bijvoorbeeld, die gewoon een afval daar in Biesbos dumpen. Ook dat nemen wij mee. En we hebben het ook over de wietplantage die we aantreffen. En ook chemisch afval van de zwaardere drugs, zeg maar. Waar komt deze boot eigenlijk? Sorry? Waar komt deze boot? Ja, 65. Helemaal goed. Prima. Makkelijk ja. 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 Bedankt. Ik heb wel eens een keer die GPS op mijn telefoon gehad en toen haalde ik 18. Ja. Oké. Ik zie namelijk ook geen registratienummer zitten. Nee, dat klopt. Dus ik met stroom hier mee. Kunt u een stukje daar even aan? Dan moet ik even kijken hoe hard die gaat. Ja hoor. Dan, gewoon de allerlei script. Ja, gewoon hier langs en dan zet ik hem even aan.